Ja. Dus, een jaar geleden. Dames en heren, welkom aan de Wassenaarsslag. En ik ga niet een heel lange speech houden. Ik ga namelijk gelijk zoals een boswachter betaamt het bos in. En ik neem u allen mee naar het deel van de bunker wat zichtbaar is. En daar zal mijn districtshoofd Arjen Siebel verder de honneurs waarnemen. En als ceremoniemeester zeg maar fungeren. En in het bijzonder welkom aan de deputeerde Han Leijber, Leendert Lange, wethouder en hier in het laatste Kees Nijsing. Want ik denk dat zonder Kees we nu op dit moment hier niet hadden gestaan. Sommige pareltjes verdienen het wel om gepoetst te worden, zou ik willen zeggen. En we hebben veel parels in beheer als Staatsbosbeheer. Maar dit is er wel eentje die weliswaar onder het zand wel heel van bijzonder is. Ik laat de inhoud graag aan de andere sprekers, maar ik wil er toch iets over zeggen. Ik ben midden 2012 als districtshoofd hier in dit district komen werken. En het eerste wat er dan gebeurt is dat boswachters je meeslepen naar al die mooie terreinen die je hebt. En Mark die zei van ja, maar er is er eentje, daar moet je echt mee naartoe, dat is de vleermuisbunker. Hij is aan een herstel toe, eigenlijk mogen we er niet meer in, want we deden excursies, maar dat mag niet meer. Want er zitten scheuren in het dak. Maar daar moeten we echt een keer naartoe. En mijn eerste reactie was, ja, we zijn terreinbeheerder en primair wil ik toch vooral zorg hebben voor terreinen. En ja, bunkers en cultuurhistorisch erfgoed hoort er ook bij. Dus ja, je moet mee. En toen deed zich in de zomer de kans voor dat ik samen met Mark en daar ontmoette ik Kees Nijsing. Hier stond omdat er een sponsor was die de stichting wat geld sponsorde, waardoor wij hier de eerste stukjes van het bestek konden maken. En toen ben ik erin geweest. En dat was een avontuur zoals je dat eigenlijk als klein kind hebt. Met een lampje op je hoofd. En dan die donkere gangen door. En ik had een kaart en daar zag ik niet zo bar voor op. Want ja, in het donker, ja, dan ben je volledig gedesoriënteerd hier beneden. En ik liet me zo soms wat afzakken. En dan stond ik helemaal achterin en deed ik mijn lampje uit. En ik heb geleerd wat het begrip aarde donker is. En uiteindelijk kwamen we hierin te staan. In dit ding, hier binnen. En ik waande me gewoon een filmster. Ik heb D-Day gezien. Die film over Normandië. En dat beeld had ik hier. Hier in deze bunkers, daar kleeft de historie gewoon aan de wand. Daar ga je vanzelf Duits praten. Echt waar. Dat zijn stukjes die zijn zo relevant in onze geschiedenis en die moeten we koesteren. En dat bedoelde ik te zeggen, met sommige pareltjes moet je poetsen. Daar moet je zuinig op zijn. En dat is dan ook het stukje voor onze organisatie. En dat is wat er als eerste vanaf valt. Omdat het beheren van dit soort dingen waanzinnig veel kost. Omdat het vaak achterstalligheid heeft en die achterstalligheid die vraagt investering. En dat lukt niet altijd even makkelijk. En hier lukt dat wel, want we zijn hier met vijf zeg maar, organisaties, hebben elkaar gevonden. En het lukt om hier een eerste start te maken van herstel. Met provincie, met gemeente, met Staatsbosbeheer, met de Stichting Vleermuisbunker.
En ik ben dan ook erg blij dat we nu in staat zijn met het vele werk wat de Stichting Vleermuisbunker doet. Dus Kees, hartelijk dank. Want met jou en je vrijwilligers is dit allemaal in gang gezet. Dat we weer deze plek kunnen verzoenen met het belang van die natuur en het belang van het erfgoed. Dat we gezamenlijk inderdaad die schouders eronder zetten. Om dat weer gewoon op orde te krijgen. En dat de mensen er weer van kunnen genieten. En de meervleermuizen zich hier veilig ook kunnen verhalen. En dan is het dus ook ongelooflijk zonde dat vanaf 2007 het niet meer mogelijk was om dat te doen. En op dat gaat echt heel mooi dat de Stichting de Vleermuisbunker altijd de ambitie heeft gehad om de bunker weer open te krijgen, open te maken. En dat is aan twee kanten goed. De vleermuizen, daar wordt op een goede manier voor gezorgd. In goede harmonie en combinatie. Maar aan de andere kant ook het herstel van de bunker. Alleen er was wel eigenlijk iets vreemds aan de hand in Wassenaar. En dat was dat het cultureel erfgoedbeleid erop gericht was dat militair erfgoed geen status zou kunnen krijgen om gemeentelijk monument te worden. Ik ben nu een jaartje wethouder hier en toen ik aan de mooie klus mocht beginnen om ook aan het cultureel erfgoed van Wassenaar een impuls te geven, toen heb ik echt gezegd, dit is helemaal idioot. Dit is echt een raar idee dat militair erfgoed geen onderdeel zou kunnen zijn van ons gemeentelijk erfgoed. En gelukkig kende ik het initiatief en daar werd ik ook in geïntroduceerd vanuit de Stichting Vleermuisbunker. En we hebben het nu voor elkaar gekregen om een jaar later te kunnen zeggen, het is een gemeentelijk monument. En dat eigenaren vol trots kunnen zeggen, dit is een gemeentelijk monument. Ik ga hem straks uitreiken. Dames en heren, ik wil afsluiten. Dit is wat mij betreft een voorbeeld van een prachtige samenwerking tussen de eigenaren en de beheerders van Staatsbosbeheer. Die dag in dag uit bezig zijn om dit geweldige stuk Wassenaar op een hele goede manier te beheren. De initiatieven van de Stichting Vleermuisbunker die ervoor zorgen, ja, dat dit toch allemaal voor elkaar gekomen is. En ik weet hoe moeilijk het is om met vrijwillige inzet dingen allemaal toch steeds voor elkaar te krijgen. Maar die volharding is gelukkig beloond. Ja, en natuurlijk de provincie die nadrukkelijk dit ook financieel weer mogelijk maakt. Zodat we met elkaar een impuls aan kunnen geven. Ja, en dan kun je als gemeente alleen maar heel blij constateren dat hier een prachtige win-win is ontstaan. Met uiteindelijk één doel. De geschiedenis, de belangrijke geschiedenis in het land, levend te houden. En dat mensen te kunnen laten beleven. En dan denk ik dat we met z'n allen ook aan de generaties door gaan geven. Dat we toch op elkaar vreedzaam met elkaar om moeten gaan. Want dat is uiteindelijk toch altijd wel de kern van de boodschap. En het is uiteindelijk ook nog goed voor de vleermuizen. En dat is natuurlijk toch ook uiteindelijk nog erg van belang. Misschien toch even goed, want dan komt het scheppen later. Kees, met heel veel genoegen jou. Dit uit te reiken. Alsjeblieft. Nee, de Duitsers noemen dat soms ook wel een maanmaal, een denkmaal. Iets om over na te denken, om je bij te bezinnen. En zo zie ik dat gemeentelijk monument hier, juist in relatie tot die Franse commando's die hier vlakbij hun leven van onze vrijheid gaven. En zo zie ik het meer als het gedenkteken, maar desalniettemin heel erg belangrijk. Nou, ik hoop dat ik niemand heb vergeten en dat dit helemaal compleet was. We gaan het dus niet hier met de boor brengen, want dat zou de vleermuizen buitengewoon verontrusten. En dat willen we niet op ons geweten hebben. Bovendien, dit plaatje moet gezien worden. En we willen hier juist het publiek niet hebben. Dus ik ga het straks weer geven aan Staatsbosbeheer met de vraag om, als we straks met het plannen verder zijn, en op een hele mooie plek waar we de rondleidingen starten en waar het publiek komt en welkom is om dat mee te maken. En dan zult u ook zien, als u mag komen binnenkort, dat de compartimentering intern, dus het scheiden van de stroom bezoekers naar de vleermuispopulatie, naar de bunkers, dat een heel geslaagd project is. En ik denk dat uniek is op dit moment in de restauratie- en monumentenland, dat we die twee belangen hebben kunnen verenigen. Ik geef het graag door naar Arjan Siebel. Ja, komt-ie. Dankjewel. Dankjewel.